Bas, we gaan het hebben over een aantal sterspelers die toe zijn aan een nieuwe club. Nou, je hebt er 5 uitgekozen. Wie wil je als eerste benoemen? Ja, laten we beginnen met Isco. Kijk, Real Madrid heeft natuurlijk flink ingekocht deze zomer. Maar ik denk dat dat niet eens de genadeklap is geweest voor Isco. Kijk, Isco was denk ik in eerste instantie blij dat Zidane terugkwam. Hij heeft lang moeten knokken onder hem, was altijd een beetje de 12e man. Zidane hield dan vast aan het 4-3 systeem met Bale, Ronaldo en Benzema voorin natuurlijk. En op een gegeven moment heeft Isco eigenlijk gebruik gemaakt van de kwetsbaarheid van Bale. Die ging sukkelen met veel blessures. Maar Isco won ook echt zijn plek. Zidane paste het systeem aan, ging 4-3-1-2 spelen. Haalde eigenlijk ook zo de Champions League finale toen tegen Juventus en Cardiff. Toen was Bale weer fit, kreeg Isco de voorkeur. Dat was eigenlijk het signaal dat hij echt definitief basisspeler was geworden. Maar ja, sinds Zidane eigenlijk terug is, valt de rol van Isco toch tegen. Hij is eigenlijk het vertrouwen kwijtgeraakt. En ja, voor Isco is eigenlijk een nieuwe Real Madrid geen plek. Zidane wil meer loopvermogen, wil meer fysieke kracht eigenlijk ook. En ja, Isco, als hij blijft, dan weet hij dat hij sowieso reserve is. Maar waarom kiest hij eerst wel voor hem en nu niet? Nou, ik denk omdat Zidane heeft gezien, kijk, Ronaldo is natuurlijk weggevallen. En Ronaldo was een garantie voor goals. 50, 60 in het seizoen maakte hij er. Nou, het scorend vermogen is weggevallen. Het 1-op-1 is dan niet te vervangen. Dus het zal van meerdere spelers moeten komen. Ook Hazard zal geen 50, 60 goals per jaar gaan maken. Zij dus zoekt eigenlijk naar meer scorend vermogen rond de aanval. Ja, voor een aanvallende middenvelder scoort Isco dan simpelweg te weinig. Hij is man van de steekpaasjes, van het lanceren van spelers. Maar ja, als jij je grootste kanon voor hem kwijt bent, dan heb je niet zozeer behoefte aan iemand die het lont aansteekt. Waar zou Isco heen moeten? Nou, ik denk dat Isco, in Engeland zie ik hem niet echt niet slagen, omdat Isco is een beetje een ouderwetse spelmaker. Hè. Eigenlijk een beetje van een uitstervend ras, zou je zeggen. Komt graag in de bal, verdeelt het spel, wil alles bepalend zijn bij een team. Dus ik zie hem in Engeland zie ik hem eigenlijk niet slagen. Ik zie ook geen echte titelkandidaat die nog zo'n type zoekt. Dus als ik hem was, zou ik naar Italië gaan. Bij Juventus is er nu denk ik geen plek voor hem, zo eerlijk moeten we zijn. Maar als je daaronder kijkt, kijk bij Inter, in het spelsysteem van Conte zal hij niet passen. Maar Ancelotti bij Napoli lijkt mij de perfecte optie voor hem. Ancelotti wilde Gomez Rodriguez hebben, is hij goed bekend mee van Real Madrid, van Bayern. Gomez wil waarschijnlijk toch liever in Madrid blijven en mikt op het transfer van Atletico. Maar goed, dat Ancelotti Gomez wilde, wil zeggen dat ze nog een creatieveling zoeken. En Isco zou wat dat betreft wel ideaal zijn. Ancelotti speelt steeds vaker met 2 spitsen bij Napoli. Isco zou er als derde man achter kunnen hangen. Kies je voor een middenveld met voldoende loopvermogen nog. Waardoor je het gebrek aan defensieve arbeid zeg maar, een beetje kunt opvangen. En dan kan Isco echt uitgroeien tot de allesbepalende jongen die het tempo bepaalt. En zo'n rol heeft hij ook wel echt nodig. De volgende speler die volgens jou toe is aan een nieuwe club? Nou, laten we even bij Real Madrid blijven dan maar meteen. En Gareth Bale is natuurlijk ook het vertrouwen van Zidane al lang kwijt. Bestuurgevoelig, ook ongelukkig. Zijn zaakwaarnemer speelt nog een beetje in het spel mee. Dat hij zegt van Gareth wil helemaal nergens heen. Gareth wil lekker zijn contract uitdienen. Nou, ik denk niet dat het plan voor Real Madrid is. Natuurlijk een groot verdiener en zijn rol is daarvoor veel te klein. En Gareth Bale is deze week 30 geworden. Ik denk dat nu ook echt het moment voor hem gekomen is om terug te gaan naar Engeland. Kijk, hij past met zijn speelstijl, met zijn loopvermogen, met zijn snelheid, past hij natuurlijk wel perfect in de Premier League. En er zijn ook wel degelijk clubs die nog naar nieuwe sterspelers zoeken. En dan denk jij vooral aan Tottenham Hotspur en Manchester United. Bij Tottenham kunnen we natuurlijk wel een aanvallende versterking gebruiken, omdat ze speelt nu vaak op een van de flanken met de spelmaker die dan naar binnen kwam. Lucas Moura heeft natuurlijk een geweldige knock-out fase gehad in de Champions League, maar was daarvoor ook geen vaste kracht. Is het toch niet het niveau waarmee je zeg maar, echt Manchester City of Liverpool gaat bedreigen. Ondanks de hat-trick tegen Ajax? Ja, precies. Nou ja, was natuurlijk een mooi hoogtepunt, maar de kans is klein dat hij dat volgend jaar gaat doortrekken. Maar Bale zou wel echt een signaal zijn, denk ik. Haal je ook extra scorend vermogen binnen, ga je Harry Kane ook een beetje ontlasten. Nu was het vaak toch, als Kane weer geblesseerd was aan zijn enkel, was het de vraag wie gaat er nu scoren. Bale zou wat dat betreft perfect passen daar, denk ik. Hij kent nog veel jongens binnen de club. Alleen zal hij wel moeten inleveren. Tottenham is bekend dat ze kwartje salarissen, de 5e, 6e club zijn van Engeland, betalen niet zo heel veel. En Bale is natuurlijk een groot verdiener bij Real Madrid. Maar ja,
is geld nog echt belangrijk in deze fase van je carrière? Ik denk dat, dat je er verstandig aan doet om nog 2-3 jaar in Engeland een grote man te zijn en dan eventueel nog voor het geld kiezen in de Verenigde Staten of China als je daar nog behoefte aan hebt. Laten we dan even naar Barcelona gaan. Je hebt ook 2 spelers die eigenlijk wel toe zijn aan de nieuwe uitdagingen. Ja, kijk, Neymar mikt natuurlijk op een terugkeer. En vanuit Barcelona klinken er ook allerlei geluiden dat ze wel interesse hebben. Messi ziet zijn vriend natuurlijk graag terugkomen. Dus, maar ja, met Griezmann die ook al gekomen is, moeten slachtoffers gaan vallen. Ja, en dan denk je eigenlijk vooral aan Philippe Coutinho. Hij is er 1,5 jaar geleden heen gegaan. Ja, ik kan me voorstellen dat hij toch nog wel spijt heeft. Want een droom is natuurlijk uitgekomen met spelen voor Barcelona. Maar eigenlijk ook op precies het verkeerde moment vertrokken bij Liverpool. Het is ook een beetje een nachtmerrie geworden eigenlijk. Precies, kijk, hij is niet de grote man bij Barcelona. Ja, dat had hij natuurlijk ook niet verwacht met Messi in de ploeg. Maar ja, om zo in de schaduw te staan is wel, wel echt pijnlijk voor iemand van 140 miljoen. En Liverpool heeft sindsdien natuurlijk 2 keer de Champions League finale gehaald. Nu is het een beetje de vraag wat er gaat gebeuren met zijn toekomst. Kijk, om de transfer van Neymar te financieren zal Barcelona spelers als wisselgeld willen gaan gebruiken. Ja, het is natuurlijk hartstikke logisch om dan Coutinho te gebruiken en naar Paris Saint-Germain te laten gaan. Maar ik denk dat voor hem zelf een terugkeer naar Liverpool veel logischer zou zijn. Kijk, van de ene kant is het natuurlijk pijnlijk. Ja, je bent vertrokken om een stap hoger, op een hoger niveau, zoals het toen in ieder geval. Je te laten zien en daaruit groeit dat ook een ster speler, want bij Liverpool was hij echt de absolute ster. Maar ja, waarom zou je niet je verlies nemen en terugkeren bij een Liverpool dat veel beter is geworden? Hij is bekend met het systeem van Klopp. Ja, Klopp zoekt zeker nog extra mensen voorin. Het wordt natuurlijk wel lastig, want met Firmino, Mané en Salah heb je natuurlijk 3 vaste aanvallers, maar Coutinho kan er ook nog prima achter spelen. En ja, er is altijd wel iemand even uit vorm of geblesseerd. Dus ja, ik denk dat Coutinho wat dat betreft de perfecte extra optie zou zijn. Het is alleen de vraag, kijk, Liverpool heeft nog 3 weken ongeveer om te kopen. Wat de vraagprijs van Barcelona zal worden. Want ik kan me niet voorstellen dat Liverpool hem voor 140 miljoen of meer gaat terugkopen. Welke ploeggenoot van Coutinho zie jij ook naar een andere club gaan deze zomer? Ja, als Neymar terugkeert, dan is het hartstikke logisch dat Ousmane Dembele gaat. Ousmane Dembele is eigenlijk een beetje op een verkeerd moment gekomen. Dortmund heeft natuurlijk op het perfecte moment verkocht. Hè, want zijn prijs schoot de lucht in. Ze wisten dat Barcelona geld had na de verkoop van Neymar. En ze wisten dat ze wanhopig naar linksbuiten zochten. Ousmane Dembele natuurlijk enorme last op zijn schouders gehad om met de erfenis van Neymar te spelen. Ja, je hoorde ook veel geluiden dat het buiten het veld zeker niet de ideale prof was. Fortnite. Ja, kwam ook vaak te laat, at slecht. En ja, dat helpt natuurlijk allemaal niet mee in de beeldvorming. Piqué zei daar wel iets moois over. Hij zei van, het is niet zo dat je 24-7 zeg maar de topprofessional moet zijn. Maar doe tenminste alsof. En bij Dembele zag je wel veel beelden van feestjes, van laat opblijven, van slecht eten, van te laat komen op trainingen. Kijk, je mag best wel af en toe zondigen, maar als je bij Barcelona speelt, verwacht je dat iemand ook leeft precies, als een wolf. Precies, en houdt een beetje verborgen ook natuurlijk. Je komt er als, toch als een relatief kleine jongen binnen. Het is leren van Messi en Suarez en dat soort jongens. Dus ja, dat was al een valse start. En als op een gegeven moment ploeggenoten in de media gaan klagen eigenlijk over de manier van leven, dan weet je wel dat er iets aan de hand is. Hij heeft het vervolgens wel goed opgepakt. Maar ja, Neymar is natuurlijk wel een veel betere speler, een meer zekere optie. Meer goals, meer assists. Dus ja, het is wel logisch dat Barcelona Dembele laat gaan. Want ze zullen ook spelers moeten verkopen met veel waarde. Hè? En dan staat Dembele toch naast Coutinho zeker wel vooraan in de rij. Wie zou Dembele moeten halen? Ja, Paris Saint-Germain lijkt mij een heel logische optie. Kijk, Paris Saint-Germain heeft natuurlijk een beetje een onsympathieke imago, hè, bij een gekochte club. Het zou logisch zijn als de president de ploeg ook een meer Frans karakter wil geven. Dat konden die laatst ook min of meer aan in een interview. Kijk, met Mbappé hebben ze natuurlijk al de Franse ster voor de komende 10 jaar in huis. Met Dembele haal je de 2e ster erbij. Het zou de ploeg zeker denk ik in Frankrijk toch wel iets meer sympathie opleveren. En hij past daar denk ik ook wel uitstekend, want bij PSG de aanval is dan toch een beetje dun bezetten als Neymar vertrekt. Dan heb je Di Maria nog, Draagster speelt meestal vanaf het middenveld. Het wordt dan ook allemaal oud, hè? Cavani is natuurlijk ook al een beetje op leeftijd als spits. En met Dembele en Mbappé heb je wel echt de vleugelaanvallers van de toekomst. En dan een speler over wie Mark Overmars nog iets had te zeggen, hè, deze week. Ja, Mesut Özil, hè. Ja, hij zit nog steeds bij Arsenal. Eigenlijk wel verrassend. Ook omdat het relatief rustig is rond hem.
heeft eigenlijk best wel een vervelend jaar achter de rug onder Emery. Kijk, hij was een lievelingetje van Wenger. Okay, Wenger houdt ook van zijn type speler uit. Ziet er altijd heel sierlijk uit. Creatief, doet de meest briljante dingen op een goede dag. Op een slechte dag is hij ook wel echt kwetsbaar. Zie je hem niet? Nee, precies. En dat vond Emery ook. En ja, bijvoorbeeld de uitwedstrijden tegen Bournemouth en zo. Zeiden van ja, ik heb in dat soort wedstrijden heb ik gewoon geen plek voor Özil, want dan worden we overlopen op middenveld. Dus ja, Özil werd dan wel opgesteld in de thuiswedstrijden tegen Burnley en dat soort ploegen, als er echt op de helft van de tegenstander gespeeld werd. Maar ja, ik kan me voorstellen dat hij dat niet nog een jaar wil. Kijk, hij Arsenal ook niet. Nee, precies. Kijk, ze zullen wel de creativiteit van hem willen, maar dan toch een meer dynamische speler. En wat dat betreft had Overmars natuurlijk ook wel een goed punt. Kijk, Ziyech is dat wel. Hij is een completere versie van Özil, zoals we een tijdje geleden zeiden. Kijk, hij verdedigt meer mee, heeft meer loopvermogen, zoals hij ook bij Ajax heeft bewezen. Hè? Want hij is alles behalve lui. Zeker ook zonder bal, balveroveringen in druk zetten. Ik kan me voorstellen dat Emery daar wel met veel interesse naar kijkt. En Özil is wat dat betreft toch meer een type Isco waar we natuurlijk over hadden. Je geeft hem veel verantwoordelijkheid, hij moet de ploeg dragen. Maar hij is er eigenlijk wel te wisselvallig voor om de ploeg om hem heen te bouwen. Toch is het wel jammer, hè? Want een aantal jaar geleden verlengde hij zijn contract. Ja. Toen werd er bij Arsenal gedaan alsof Messi werd binnengehaald. Ja, klopt. En bij Arsenal, Alexis Sanchez vertrok naar Manchester United. Özil was de andere die wilde vertrekken, maar die kreeg wel het dikke contract en besloot te blijven. Ja, sindsdien heeft hij de verwachting eigenlijk gewoon niet waargemaakt. Het is nooit echt constant. Hè? Wat ik zei, als hij een goede dag heeft, dan denk je van ja. Ja. Bij welke club zou hij het wel kunnen doen? Ja, ik denk eerlijk gezegd dat voor Özil in deze fase van zijn carrière, hij belandt natuurlijk ook qua leeftijd ook wel een beetje in de herfst van zijn carrière. Niet meer de absolute top? Nee, dat het wel echt over is in de absolute top. Wordt vaak. Was hij eigenlijk al uit? Ja, klopt. Ja, en misschien moet hij dan ook wel uit een absolute topcompetitie vertrekken. Kijk, als hij bij een topclub gaat spelen in een iets mindere competitie, een topclub die altijd dominant is, dan kan hij natuurlijk nog een paar jaar absoluut heel goed mee. Ja, ik denk bijvoorbeeld aan Robin van Persie, die bij Fenerbahce natuurlijk een paar jaar heel goed gedaan heeft. Voor Özil zou zijn stap ook wel logisch zijn. In Turkije zijn de salaris natuurlijk voor voetballers ook nog relatief hoog. Zijn vriendin is een voormalig mis Turkije, dus die zal ook wel oor hebben naar een terugkeer naar Turkije. Dus ja, dat Fenerbahce, Galatasaray, dat soort clubs zullen absoluut wel in de markt zijn voor hem. Als Arsenal niet te veel geld vraagt, want hij heeft nog een contract, 2 of 3 jaar loopt het. Ja, 80 miljoen of 60 tot 80 miljoen zal niet te betalen zijn voor die clubs.